De burgemeester van Den Bosch van Urk sluit niet uit dat er aanhoudingen worden verricht naar aanleiding van de vuurwerkrellen afgelopen zaterdag. Dat heeft hij vanmiddag gezegd na een bezoek aan enkele omwonenden van de straat waar het zaterdagavond zeer onrustig was. Het beeld wat ik meekrijg is dat een kleine groep in Urk uiteindelijk het verknalt voor heel Urk en het imago van Urk echt enorm beschadigt. En mensen die gewoon hun buren zijn bij wijze van spreken, brengt tot wanhoop. Dit is niet te accepteren. Dat zegt burgemeester Kees van den Bosch op de onrust van afgelopen zaterdag. Honderden jongeren waren op de been toen bij de straat De Akkers zwaar vuurwerk werd afgestoken, brand werd gesticht en de politie werd belaagd. Toch verrichtte de politie geen aanhoudingen. Een bewuste keuze, zeggen de politie en de burgemeester. Er zijn overwegingen voor. Dat heeft onder andere te maken met de zwaarte van het vuurwerk en noem maar op. Waardoor je moet ook op een veilige manier kunnen werken. Nu zijn er geen aanhoudingen verricht. Gaat dat nog komen? We zijn bezig met onderzoeken, zoals ik net al heb aangegeven. Er zijn meerdere aangiftes, meerdere verklaringen opgenomen. En er is een oproep gedaan om vooral filmpjes bij de politie in te leveren, te downloaden of te uploaden, zoals ze dat tegenwoordig noemen. En aan de hand daarvan gaan wij kijken of wij tot verdachten kunnen komen. En als we daartoe komen, dan gaan we daar zeker aanhoudingen in verrichten. Wij weten meer dan de gemiddelde Urker wat dat er gaat weet. Dat hebben wij allemaal in onze afweging mee te nemen. Je kunt inderdaad op dat moment iets doen, je kunt ook hierna nog het een en ander doen. En die afweging hebben wij gemaakt. Dat betekent dat wij hier niet mee klaar zijn en dat we dit soort aspecten daar ook in mee zullen nemen. En dat we ook dingen zullen doen die dan daarbij horen. Dat is nog cryptisch wat ik formuleer, maar weet dat wij hem niet uit de weg gaan. Dat het zaterdag zo onrustig was, roept de vraag op of de politie nog wel de baas is op Urk. Dat is een vreemde vraag. Vindt u dat? Ja, is het nodig dat de politie de baas op Urk is? Kijk, wij zijn voor de openbare orde en voor de veiligheid. En daar doen wij alles aan om dat op een goed leefbaar niveau te krijgen. Alleen dat is niet alleen een zaak van de politie. Dat is een zaak van allerhande partijen, maar ook vooral van de inwoners van Urk. Politie en gemeente gaan de rellen zo snel mogelijk evalueren in de hoop dat nog meer onrustige zaterdagen kunnen worden voorkomen. Op Urk willen niet heel veel mensen voor camera reageren op de ongeregeldheden. Zij die dat wel doen, zijn wel geschrokken van wat er zaterdag is gebeurd. Anderen hebben wel een beetje begrip. Wat vind je ervan? Ja, weet niet. Het is ook wel een beetje door corona. We hebben weekend niks te doen en zo. Dus ik snap het op zich wel. Maar ja. Je zegt we. Was je er zelf ook bij? Ik was er ook bij. Ik stond te kijken. Ja, wel heftig. Best wel veel knallen en vuurwerk. Ja. En wat was nou de aanleiding? Ik denk dat die vlogger op Urk was, die politie. En daar kwam we al door, ja. Willem was de politievlogger. Ja, die was er. En waarom is dat dan aanleiding om met vuurwerk zo te gaan stunten? Nou, misschien omdat hij sensatie zocht. Ik denk het vuurwerkverbod. Dat is echt, vuurwerk is hier best wel een hot item. Dus als protest tegen een mogelijk vuurwerkverbod? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel de reden is. U heeft begrip voor hoe het ontstaat? Ja, maar niet het begrip voor wat ze doen. Absoluut niet. En wat is hiervoor nou de oplossing, denkt u? Nou, ik denk dat je juist als ouders ook in, ik denk ook de gemeente, de christelijke gemeente waar je bij hoort, dat die daar ook heel veel aan gaan doen. Ook de predikant en de burgemeester. Dat je ook met elkaar gaat zeggen, jongens, wat gaan wij hier aan doen? Want die olievlek wordt steeds erger van de jeugd, steeds groter. Kijk, ze zitten natuurlijk helemaal opgesloten nu. Ze weten ook niet wat ze doen moeten nu. Maar dit is natuurlijk niet goed, dat we het zo op gaan lossen. Ik praat het helemaal niet goed hoor, absoluut niet. Maar ik begrijp wel dat jongeren gewoon iets zoeken samen om te doen. Ja, dit kan echt niet door de beugel natuurlijk. Maar ze moeten wel heel goed bedenken, wat doen wij nou? Hè? We maken heel Urk belachelijk buiten, naar buiten toe. Ja. Hou er mee op, dat is eigenlijk uw oproep. Ja, dat vind ik ook, hou er mee op. Bent u nou niet bang dat dit de komende weekenden iedere keer gaat gebeuren? Ja, het zou kunnen. Ik durf het niet te voorspellen, maar het is wel een mogelijkheid, ja. Ik zou er niet gek van opkijken als het weer gebeurt, maar misschien omdat het nu zo groot was, dat ze het niet nog een keer doen.